De Ramadan, de vaste maand voor moslims, zit er bijna op. Het is een maand waarin moslims veel tijd thuis doorbrengen met familie. En thuis gaat de tv aan. Daarom is de Ramadan primetime voor Turkse filmproducenten. Zij zorgen dat hun beste en duurste producties altijd in deze maand op tv komen. Je hebt drama en je hebt Turks drama. Welkom op de set van de Turkse versie van Desperate Housewives. De serie volgt vier vriendinnen die elkaar van jongs af aan kennen. En natuurlijk gaat het gruwelijk mis. Ben zo aan de resil, wat doe je? Turkse series zijn razend populair hier in Turkije, maar vooral ook in de Arabische wereld. En dus is Ramadan hoogseizoen. En dat betekent hard werken. Deze bekende Turkse acteur draait soms 14 uur per dag en dat 7 dagen per week. Want Turks drama, dat slaat aan. Yani gittiğimiz birçok ülke oldu. İşte Tunus'a da gittik, Kuveyt'e de gittik, Dubai'ye de gittik. Çok tanıyorlar tabii ki. Sokakta yürüyemiyorsunuz yani. Turkse series worden in meer dan 140 landen uitgezonden. En Turkije is, na de Verenigde Staten, de grootste exporteur van televisieseries. As you know, Turkish dramas are conservative, so there's no nudity in it. And it makes it perfect for primetime viewing, which they can watch with their families. Voor Turkije is het een vorm van soft power. Via de televisie zet het een positief beeld van Turkije neer. Maar sinds kort zit er een kink in de kabel. Saoedi-Arabië schrapte de Turkse programmering uit politieke overwegingen. Beide landen vechten om invloed in de regio. Maar deze boycott kan niet lang duren, denkt de distributeur. If you check with the audience in Middle East, they want Turkish dramas back. They love it. Maar vooral, deze televisieseries zijn belangrijk voor Turkije. Tabii ki sadece ekonomik değil. Karşılığında bir nasıl diyeyim bir değerliliği çıkartmış oluyorsunuz. Aslında bir değer satmış oluyorsunuz. Türk insanını tanımış oluyorlar, Türk tarihini tanımış oluyorlar karşılığında. Bu da size turizm geliri olarak geliyor. En het is spannende televisie. Al is het voor deze acteur in dit seizoen nu voorbij. Olaf Koens, RTL Nieuws, Istanbul. Spannend. Ja, dan gaan we hier naar het weer. Dennis Wil.